ben Hila van Bergen en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag heb ik een video met Stefan. Yes. We hebben hetzelfde aan, voor de gelegenheid. Vet leuk. We gaan de boyfriend tag opnemen. En dan moet Stefan allemaal vragen beantwoorden over ons en over mij. En dan gaan we even kijken hoeveel Stefan nou na 1,5 jaar, 1 jaar en 8 maanden weet. Bijna 2 jaar. Ready? Mm-hmm. De eerste vraag. Waar hebben we elkaar ontmoet? Pianoles. Niet op pianoles. Okay. Jawel. Nee, toch piano voorstelling. Ja, oké. Okay. Waar was onze eerste date? Van nu, zeg maar, of? Ja, oké. Okay. Ja, anders een beetje kijken. Weet ik niet eigenlijk. Sushi of zo, daarbij dat tapas? Nee. De eerste keer dat we echt iets gingen doen, zeg maar. Nee, de eerste keer dat we gewoon afspraken. Ja, dat is gewoon hier. Wat gebeurde er? Ging een film kijken? Nee. Het was die dinsdag na mijn verjaardagsfeest dat ik daarna een dansles had. Dat weet ik echt allemaal niet meer. Wat was je eerste impressie van mij? Leuk, knap. Schattig. Wanneer heb je mijn familie ontmoet? Dat was op jouw verjaardag toen daarna. Toen ik 17 was? Een paar dagen na jouw verjaardag. Toen ik op je verjaardag was, ging ik gelijk al mee op jouw familieverjaardag. Oh ja. Dus en? Plezier. Je had sowieso mijn ouders al wel een paar keer gezien. Mm-hmm. Heb ik rare obsessies? Zo ja, welke? Scheten laten. Dat is wel iets wat je gewoon vaak doet. Hoe lang zijn we bij elkaar? 1 jaar en 8 maanden. Dat had je net al voor gezegd. 7, hebben wij een traditie met elkaar? Niet per se toch? Niet echt een traditie. Nee. Wel, we dansen heel vaak samen. Dat is niet echt een traditie. Nee, maar dat zijn gewoon dingen die we altijd doen. Met kerst naar die kerstwinkel. Ja. Ah. Op vakantie gaan. Griekenland. Ja. Wat was onze eerste reis? Griekenland. Ja. Samos. Als je die vlogs wil terugzien, klik even op het info buttinkje. Buttinkje. Of in de beschrijving. Ik weet niet hoe goed werk ik meer ga zetten. Wat is mijn favoriete restaurant? Japas. Ja. Waarover discussiëren wij het meest? We discussiëren best veel. Of alles een beetje. Ja. Politiek, denk ik. Nee. Ja. Ah, dat is gewoon omdat jij het interessant vindt. En jij niet. Ik denk het grootste gedeelte waar wij over discussiëren is wat we in het weekend gaan doen. Dat denk ik ook, ja. Ja. Jij wil thuis op de bank zitten en ik niet. Wie draagt de broek in de relatie? Ik. Ik. Dat kan je echt niet zeggen, dat is echt niet waar. Ja, dat is echt wel waar. Nee. Gaan we vaker naar vrienden of zitten we vaker thuis? Ja, maar het zijn nu ook maar... Nee, wacht, we doen eigenlijk altijd wat ik wil. Dat is niet waar. Bijna altijd. Nee. Ik doe namelijk ook nooit wat ik niet wil. Oké, deze vraag slaan we op. Wat is 1 ding wat ik niet wist? Hoe heet het nou? Waar je zogenaamd allergisch voor bent. Daar ben ik niet zogenaamd allergisch voor. Ik heb dat 3 keer gegeten in mijn hele leven. En al die 3 keer ben ik over mijn nek gegaan. En ook echt gewoon 1 keertje 12 keer achter elkaar. Ja, dat is niet zogenaamd iets... Nee, maar wat is het ook weer? Pak sooi. Welk drinken bestel ik altijd in een restaurant? Iced tea of Liefmans. Ja. En welke iced tea? Ja, iced green. Ja. Welke maat schoenen heb ik? 36, 37. Oké. Okay. Wat is 1 talent die ik heb? Dansen en zingen. Maar buiten dat? Of heb ik verder geen talenten? Ja, wat doe jij voor de rest? We 4 jaar bewerken. En dat is hetzelfde. Maar heb ik geen innerlijk talent of zo? Schattig doen. Beetje zielig kijken. En dan alles voor elkaar krijgen. Wat zou ik elke dag eten als dat kan? Geitenkaas en dat soort dingen. Van die smerige, vanuit je bek gaat meuren. Noedels! Ja. Leuk dat jij de antwoorden geeft. Jezus. Wat is mijn favoriete muzieksoort? Hip-hop.
pop, denk ik. Hip-hop is rap en zo, hè? Ja. Ik denk pop. Wat is mijn favoriete sportteam? Je hebt geen favoriete sportteam. Je kent niet eens sport. Ajax? Omdat je een Ajax shirtje hebt gekregen? Oké. Okay. Wat is de kleur van mijn ogen? Groen. Oh, nou. Wat is iets wat je doet, maar ik wens dat je het niet doet? Wat ik doe? Ja, waarvan ik wil dat je het niet doet. Roken? Ja, denk vooral te verslaafd zijn. Roken dus? Ja. Denk vooral te verslaafd zijn. Wat voor soort taart zou je bakken op mijn verjaardag? Niet. Nee, dat zou ik gewoon niet doen, nee. Kwark of zo? Wat? Of chocolade? Nee. Denk goed naar. Ik mag toch zelf wel antwoord geven? Oké, okay, dat wil bakken op mijn verjaardag. Maar volgens mij zit een beetje de vraag van, goh, wat vind ik allerlekste taart? Ja, dat snap ik. Weet ik veel. Dan denk nu, Red Velvet. Doe ik aan een sport? Nee. Een fitness toch? Sport, als je aan een sport doet, doe je dat elke week in een schema. Of je voetbal 2 keer per week, of je dans 2 keer per week, of je fitness 2 keer per week, of meer. Ik danste 1 keer in de week, dus was dat ook geen sport? Oké, dat dan. Maar ik dans niet meer. Nee, dus nu niks. Fitness doe je nog niet eens 1 keer in de week. Wat kan ik uren doen? YouTube-filmpjes kijken, op je telefoon zitten. Ja, dat is wel waar. Ja. Wat zou jij willen dat ik niet deed? Onzeker zijn. Welk drinken lust ik niet? Clichés niet? Karnemelk. En wijn. Rode wijn, rosé. Ik zei karnemelk. Oké. Ik help je alleen. Ja. Ik help je om mij beter te leren kennen. Waar ben ik slecht in? Sport. Stefan, dat kun je echt niet zeggen. Nee, op zich, je pakt dat zo snel op. Nee, balsport of zo. Nou, voetbal. Ja, dat kan je dus niet. Waar word ik spontaan gelukkig van? Van mij. optreden. Ja, wat is mijn lievelingskleur? Blauw. Ik weet eigenlijk niet meer. Je hebt het een keer gezegd, blauw. Oh. Ja. Of zie je dat nu gewoon? Ja, nee. Dit was de video. Doei. Klaar? Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te liken. Vergeet niet Stefan Ilmer te volgen. Stefan. Op Instagram. En ik zie je weer bij de volgende video. Doei. Doei.